3 maart 2010 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En in aanloop ernaartoe maken 5 Nijmegenaren wekelijks een reportage met een klein handcameraatje over hun persoonlijke belevenissen in relatie tot de gemeentepolitiek. In Jij Filmt. Onder en rond winkelcentrum Dukenburg geldt betaald parkeren. Dat heeft gevolgen op straat. Het is er hartstikke rustig. In ieder geval overdag. Soms wordt er illegaal geparkeerd, zoals op deze laad- en losstrook. Deze plek is helemaal leeg. Hij is bedoeld voor personeel van het winkelcentrum, maar die parkeren er niet. Die parkeren hier. Buiten de betaald parkeerzone. Lekker gratis. De parkeergarage zelf is vooral bedoeld voor klanten. En dat ziet er fraai uit. Maar sinds kort is er een tweede parkeergarage onder de heren van Nijmegen. Men heeft onderling afgesproken dat er dezelfde tarieven gelden. Maar concurrentie geldt er ook. Kijk maar eens mee. Als je aan deze kant Dukenburg binnenrijdt, dan zie je dit bord rechts naar de parkeergarage van het winkelcentrum. En veel opvallender nog, de ingang van de nieuwe parkeergarage. Ja, samenwerking is soms erg lastig. Ik heb hier Stijn Verbrugge, dat is onze volksvertegenwoordiger van de Partij van de Arbeid. Stijn, luister eens. Heel veel Nijmegenaren vinden het gewoon niet fijn om nog meer geld te gaan betalen. Met die overchipkaart komt dat er gewoon aan. Wat vinden jullie als partij er nou van? Nou, ik vind het wel vrij schokkend dat de stadsregio mooie praatjes presenteert. Die zeggen dat de prijzen helemaal niet stijgen, dat het gemiddeld hetzelfde blijft. Misschien een keer een beetje daalt en een beetje stijgt, maar dat dat tegen elkaar weg te strepen valt. Nu heeft de Gelderlander een heel uitgebreid onderzoek gedaan. Die hebben 150 buslijnen vergeleken. De gemeente Nijmegen heeft er maar zelf 12 vergeleken. En uit die grote vergelijking van de Gelderlander blijkt nu dat de prijzen fors stijgen. Op 2/3 van de lijnen stijgt de prijs. En als je dat allemaal tegen elkaar wegstreept, ook met waar het daalt, dan stijgt het gemiddeld nog steeds met 12%. Dus dan kan je niet met goed fatsoen zeggen dat de prijzen niet stijgen. Dus de stadsregio moet volgens mij echt zijn huiswerk opnieuw doen. Wie is nou eigenlijk die stadsregio? Wie zit er daarin? Nou, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Nijmegen, Arnhem en alles ertussenin en omheen. En dat is een heel ingewikkeld systeem waar wethouders in een soort bestuurlijke raad zitten met burgemeesters. En waar ook weer raadsleden vertegenwoordigd zijn vanuit de Nijmeegse gemeenteraad om daar weer in een soort raad te zitten. Met directe democratie heeft het allemaal weinig te maken. En als ze dan ook nog dit soort gekke besluiten gaan nemen, dan vraag ik me wel een beetje af of we met dat soort lagen wel door moeten gaan. Ik wil u iets vragen over de OV-chipkaart. De strippenkaart die gaat er binnenkort af. Juist. En dan komt de OV-chipkaart voor in de plaats. Ja. Maar die gaat in veel gevallen gaat die duurder uit zijn. Ja. Als u dadelijk dat pasje niet meer zou hebben dat u gratis kunt reizen. Ja. Zou u het dan fijn vinden om nog meer geld te gaan betalen voor openbaar vervoer? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dan zou ik weer met de auto gaan. Goedenavond beste kijkers en welkom bij aflevering 3 van Zo kan het ook TV. Vanavond ga ik het met u hebben over de peilingen. Het koffiedik kijken is begonnen. Let op, als er gesproken wordt in percentages, bedenk dan altijd hoeveel procent van wat. Hebben ze 10 mensen om hun mening gevraagd of 600? En wat ook belangrijk is, hoe hebben ze die mensen benaderd? Een leuke item op feestjes is altijd de vraag, kent u iemand die wel eens gebeld is door Maurice de Hond? Ik ken persoonlijk best veel mensen, maar ik heb nog nooit iemand gesproken die door Maurice de Hond gebeld is. De Gelderlander in Nijmegen doet ook aan peilingen. Op de Gelderlander website had u bijvoorbeeld kunnen stemmen op een nieuwe combinatie van partijen die straks de wethouder gaan kiezen voor het nieuwe college. Maar, let op, laat u niets wijsmaken. Allereerst zijn dit niet eens alle mogelijkheden. Ten tweede doen er normaal maar weinig mensen mee aan zo'n peiling. En in dit geval is een heel hoog aantal wat gestemd heeft. En ten derde, deze peiling kunt u zelf sturen. U kunt namelijk heel vaak stemmen. Als u de cookies uitschakelt op uw computer, kunt u zo vaak het stemknopje drukken als u zelf wilt. Kijk maar, ik heb het even voorgedaan. Ik heb 20 keer gestemd op deze combinatie. Daarmee is de uitslag van zo'n peiling niets meer waard en kan het geheel de prullenbak in. Denk zelf goed na, lees de programma's eens door en beslis dan op wie u uw stem uitbrengt. Oh ja, ik ben nog steeds beschikbaar als wethouder van leuke dingen voor de mensen. Dank u wel.
voor uw aandacht en tot de volgende week. Nijmegen doet het niet slecht. En vandaar is gemeente Nijmegen als werkgever de winnaar van Incompany 200 Award 2009 geworden. Proficiat Nijmegen. Maar het kan altijd beter. Een voorbeeld is het traject Meer kleur in het onderwijs. Gemeente Nijmegen is voorzichtiger mee begonnen. De ROC heeft het voorzichtiger geaccepteerd. Ik kwam zelf ruim 2,5 jaar geleden door dit traject te onderwijs binnen. Ik ben van huis uit een journaliste en schrijfster. En vanuit mijn tweede huis, Nijmegen, een sociaal-cultureel werker met ruim 8 jaar ervaring in de multiculturele sector. Ik vind het achteraf niet erg dat ik een proefkonijn in het begin voor het onderwijs was. Heel soms was ik ook een zwarte schap. Alleen zie ik graag dat gemeente Nijmegen aan het ROC lessen uit ervaringen trekken. Want ik ben niet van plan tot mijn 67ste een leertraject te blijven. Ik wil gewoon vooruit. Dit zal een van de voorwaarden om mijn stem in maart op een partij te brengen. Wat mij betreft mag die kleur niet alleen in het onderwijs, maar in alle officiële instellingen. Dit is ook het geval op straat, toch? Goeiedag, mens.